Suriname zal niet bespaard blijven van de gevolgen van klimaatverandering. Er is een jaar geleden onderzoek gedaan naar de effecten voor ons land, geeft minister Silvano Tjanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu aan. Hieraan hebben zowel lokale als internationale deskundigen gewerkt. Het project is gesponsord door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB. Heeft een focus op de trends, de klimaattrends eigenlijk van wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, waarbij vooral wordt gelet op neerslag, dus de regenval, wordt gelet op vochtigheidsgraad en is gelet op de temperatuur, om maar een paar elementen te noemen. Die zijn allemaal bekeken in het verleden en ze zijn bekeken en er zijn projecties gemaakt voor wat er in de toekomst zal gebeuren bij ongewijzigd beleid als de vervuiling, zeg maar de uitstoot van broeikasgassen als het dezelfde trend blijft behouden. Volgens de minister zal de temperatuur van 27 graden Celsius aan het einde van deze eeuw stijgen naar 32 graden Celsius. Dit zal effect hebben op de verschillende seizoenen in ons land. Klimaatverandering kan zware gevolgen hebben voor niet alleen individuen, maar ook voor het gehele land. Algemeen heeft men geconcludeerd dat men veel langere periodes van warme nachten zal krijgen. Dat is dus bijna geheel het jaar zullen we vrij warmere nachten noteren. En dat de regentijden sterk zullen verkorten. Maar dat betekent dus ook, de verkorting van de regentijden betekent niet dat er geen wateroverlast zal zijn. Want men heeft tegelijkertijd geconcludeerd dat die kortere regentijden gepaard zullen gaan met veel heftigere regenval. Dus veel meer regen binnen een kortere tijd.